Dit is hem. De perfecte fiets om pakketjes te bezorgen in de binnenstad. Je moet heel even wennen, maar het is een fiets waar je eigenlijk heel makkelijk op en af stapt. Nou, je gaat zitten zo op een gewone stoel. Die, net als in de auto kun je die lengte met een hendel onder de stoel instellen. En ja, verder, het is zitten en fietsen eigenlijk. Flevobike uit Dronten heeft een fiets ontwikkeld die er speciaal voor is gemaakt om in grote steden pakketjes te bezorgen. We hebben er eerst één gemaakt, toen drie en toen een serie van 11. Inmiddels rijden er in totaal een stuk of 25 rond, waarvan een stuk of 10 in Zweden. En de andere hier in Nederland, voornamelijk bij DHL. Er is veel belangstelling voor de bezorgfiets. Krijgen ze steeds meer pakketten. Steeds meer via webshops, internetbestellingen, steeds meer pakketjes te bezorgen. En B, worden binnensteden steeds meer dichtgegooid. Oftewel dat ze er helemaal niet meer in mogen of in bepaalde tijdsgebieden erin mogen. Dus ja, ze krijgen steeds meer problemen om die pakketjes ook daadwerkelijk geleverd te krijgen. Het familiebedrijf heeft de fiets alleen ontwikkeld. De productie wordt door de opdrachtgever nu opgezet in Tsjechië. Flevobike maakt van oorsprong lichtfietsen, maar die markt is wat onder druk komen te staan door de opkomst van de elektrische fiets. Daarom wordt er ook gezocht naar nieuwe markten. Na de bezorgfiets is er alweer een nieuw idee voor de toekomst. We hebben zelf een grote wens om eigenlijk een opvolger van deze te ontwikkelen. En dat is dan eigenlijk, dat is dan iets een beetje tussen die vrachtfiets en deze. Dus een vierwielige fiets waar je in zit, waar je kinderen mee kan nemen, boodschappen in mee kan nemen. Niet zo groot als de Armadillo. Eigenlijk een beetje tussen de fiets en de auto in. Een autofiets. Een autofiets, ja, zoiets. Hoe je het noemt.